gewoon een oude vriend van me. Dus dankjewel. Dus meelopen is standaard. Dat is geen vraag. Moet sowieso gebeuren. Dat is gewoon waarom ik hier ben. Hoe we dit kunnen voorkomen. Als ik eerlijk moet zijn, ik denk dat we dit kunnen voorkomen. Als dit voorkomen zou moeten worden, dan zou er echt 24/7 politie hier in de wijk zou moeten lopen. Maar dat gaat sowieso niet gebeuren, denk ik. Dus dat is een hele moeilijke vraag. Dus ik denk niet dat dat zal gebeuren. In de eerste plaats doe ik mee, omdat ik vind dat er nu eindelijk een eind aan moet komen. En ik heb ook meegedaan om die jongeren van ons te simuleren. Stop met haat. Stop met geweld. Stop met afpersing, overdraagzaamheid. Ik weet niet wat het is, maar er moet nu eindelijk een einde aankomen. Het is nu genoeg. En de pijn en de leed dat de ouders hebben, wil ik van hieruit ook de ouders condoleren. En ook de nabestaanden. En ook de slachtoffer. En ook de dader. Want ook die weet misschien niet wat hij heeft gedaan. Kom nu op. Het stadsdeel, kom nu op. Gemeente, kom nu op de regering. Het moet nu een eind aankomen. Nu, bij deze stille tocht. Moet je aan die jongeren zeggen dat ze hun stekenvuurwapens thuis moeten laten als ze de straat op gaan. Dat is het gewoon. Ik ben ook jong geweest, maar ik heb nooit met een wapen. Ik heb nooit een wapen in mijn hand gehad. Ik snap niet waarom ze de deur uitgaan met wapens. Laten de ouders of de buurt weer proberen bijeen te komen en dit zaakje gewoon ter sprake brengen. Want dit kan niet. Ja, ik vind het echt erg. Ik kan hier niks zeggen. Zeg maar waarom. Niemand die